Natuurlijk Zeeland hebben ze het genoemd. De eerste toeristische streekmarkt. Op 29 juli werd in Zeeland een dergelijk evenement georganiseerd. In en achter de voormalige pastorie stond het Brabantse leven centraal met streekproducten, in brokantenmarkt, live muziek, in huifkartocht en de nodige toeristische informatie. Ik leef mijn leven, ik pluk de dag. Geniet van de dingen die ik even niet zag. Ik koester momenten, zo mooi en zo fijn, omdat 's morgens nog gewoon is. Kan er s'avonds niet meer zijn. Een gesprek met Herman Jansen. Want Herman Jansen en Willemien Vloed hebben samen het initiatief genomen om de eerste toeristische Zeelandse streekmarkt. Hele mond vol, Herman. Ja. Ik zag het. En ja, er zit een hele hoop belangrijke dingen zit erin. Ten allereerste de eerste keer en toeristisch. En Maasvast heb ik toeristische streekmarkt. Leg eens uit. Wat is de opzet geweest en waarom ben je ermee begonnen? Nou, we zijn met de markt begonnen omdat we vinden dat de toeristen door de week ook wat meer vertier moeten hebben. We vinden daarbij dat de streekproducten best voor ons een belangrijk punt waar we ons in kunnen profileren. Ja. En we gebruiken het zelf ook in ons eigen restaurant. Dus wat dat betreft is dat, past dat prima bij elkaar. En op deze manier kunnen de toeristen ook zien hoe dat dingen smaken. Hoe dat ze klaargemaakt worden. Maar ook wat voor producten dat er allemaal zijn hier in de Maashorst. Ja. En, prettig. En ik heb ook duidelijk begrepen dat de pijlen gericht zijn op de mensen die hier op vakantie komen in deze streek. Klopt. Ik vind namelijk dat in de Maashorst nog door de week, in het weekend is er allerlei activiteit, maar door de week zijn er weinig activiteit. En ik denk dat we daaraan meewerken om iets weer op de grond te zetten. En ook Zeeland weer op de kaart met een nieuwe streekmarkt. Ja. Nou, wat is hier allemaal te zien, Herman? Nou, we hebben vooral in het begin gekozen voor streekproducten. Die hebben ook een heleboel. Ook mensen die zelf telen. Een biologische teler zit erbij. Noem maar op. Allerlei producten. We hebben ook een kok die het lekker klaarmaakt. En de mensen gratis kunnen proeven van het gebeuren. We hebben een mandenvlechter. We hebben een touwslager erbij staan. We hebben voor de kinderen hebben een luchtkussen, zorgen we voor genoeg vermaak. We hebben nog een limonadekoe, waar ze ook gebruik van maken, gretig. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat het, en hier bij ons in de tuin, daar hebben we een brokantenmarkt, een kleine brokantenmarkt. En dat is bewust geprobeerd om de sfeer in de tuin nog wat extra te laten, hoe moet ik het omschrijven, extra uit te laten komen. Een van de woorden die in die titel staan is dat het eerste is. Dat wil zeggen dat het niet de laatste is. Nee, we willen hier zeker mee doorgaan. Want dat was ook de opzet. En ik had voor mezelf al beslist om het sowieso 3 jaar lang te doen. Om dan pas kunnen echt zien of dat het, of dat het nut heeft of dat de meerwaarde heeft. En dat sowieso. Dat had ik al van tevoren beslist. We hebben hier een mandenvlechter. Een mandenvlechter, ja. Het is echt met wilgetenen nog het traditionele vlechtwerk van vroeger uit eigenlijk. Ja. Is mandenvlechten ook iets van de streek van de Maashorst of is het echt iets campies? Nee, ik denk dat vroeger overal gedaan wordt. Want als je in Noordwolde, Friesland, daar heb je nog een origineel museum liggen. En daar heb je nog een werkplaats en alles erbij. Waar je eigenlijk ziet hoe dat allemaal vroeger toe ging eigenlijk. Maar vroeger werd in het hele land toegevlochten. Maar ja, dan praat ik over 70, 80 jaar geleden. Hè? Ja. Meneer, mag ik eens vragen wat u aan het doen bent hier? Ik ben een touw aan het draaien. Heette het niet touw slenderen vroeger? Touwslager. Touwslager. Ja. En hoe heet die touwslager hier? Theo Dane. En Theo Dane komt uit? Balkum. Berlikum. En hoe gaat het nou hier in zijn werk, Theo? Vertel eens. Wij doen in principe nou 4 touwtjes pakken. Dan mogen de kinderen zelf de kleur uitkiezen. Ja. En dan gaan we draaien alle 4 touwtjes apart. Ja. En als die op spanning zitten, zo strak mogelijk, dan zetten we ze bij elkaar en dan draaien we ze de andere kant. Voor vooral kinderen die nou lekker vakantie hebben, wij hebben eigenlijk ook vakantie. En we vieren hem hier in Zeeland. Makkelijker kan het niet, hoor. Zondag begint bij het kruis.
sleutel. De sleutel die hem zegt, jij bent al.